zijn hier bij Somnia Dierencrematorium. Een heel speciaal dierencrematorium waar toch op een wat andere manier dan op andere plekken omgegaan wordt met overleden dieren. Hele goede verzorging. Worden hier gekampt en opgebaard en desnoods komen de baasjes van de dieren nog weer op bezoek en dan kunnen ze in een kamertje apart kunnen ze met het dier alleen zijn. We hebben geopteerd voor een humaan crematorium, maar dan voor dieren, omdat we eigenlijk persoonlijk daar behoefte aan hadden. Mijn collega Carla en ik zelf hebben huisdieren. En wat er toen bestond was gewoon van oké, kom binnen met uw hond of uw kat en kom maar straks uw stof ophalen. Nu, dat willen wij niet. We willen echt behandeld worden, gelijk dat ons kind is of je draagt daar enorm veel zorg voor. Dus wij vonden, we gaan dat, als we een crematorium starten, moet het tot in de perfectie zijn. Wij hadden heel veel vraag voor crematie en met één oven die moesten we te veel mensen soms een dag laten wachten of weigeren. En vandaar dat wij geopteerd hebben van een tweede oven bij te nemen om nog meer mensen te kunnen bedienen eigenlijk. Dit is de nieuwe oven. Die is vorig jaar geplaatst en dat is de oude oven. De oude oven hebben we geplaatst in 2007. Die wordt nu voor de tweede keer wordt er een nieuwe vloer ingelegd. En tegelijkertijd wordt de naverbrandingskamer schoongemaakt. Zodat we daar het onderhoud ook weer voor gedaan hebben. Zodat die weer top in orde is om weer een jaar of vier mee te gaan. Wat we hier ook wel aangebracht hebben is een systeem om een afzuigsysteem te maken boven de invoerdeur. Dat als de deur open gaat en er komt wat rookontwikkeling met dieren, is dat nog wat gemakkelijker dan te krijgen dan in een humaan crematorium. Omdat met de haren van het dier en dergelijke, die kunnen wat eerder vlam vatten in een wat warme oven. Dan komt er wat rook vrij. En dat zuigen we af via de bovenkant. Dat zit hier achter gemonteerd. En dat wordt dan buiten geblazen via de schoorsteen. Om ervoor te zorgen dat rook niet aan deze kant van de ruimte komt. Ja, met die oven is het heel aangenaam is een beetje een raar woord, maar heel vlot werken. De bediening is gemakkelijk, alles, de crematies gebeuren perfect, er zijn heel weinig of geen problemen. Is ook volledig computergestuurd. Is er een keer iets, dan bellen we gewoon naar de bouwer van de oven en die gaan ons direct telefonisch helpen. Dus we zijn eigenlijk heel tevreden, zowel van het bouwen van de oven als het werken als de service.